is nummer 87. We gaan even kijken naar Joris Showroom. Dat kijk ik sinds januari, kijk ik dat af en toe. En dan gaat Joris Linsen, die gaat bijzondere mensen ontmoeten en interviewen en kijken wat ze doen in het dagelijks leven. En in deze aflevering zitten twee boertjes uit Limburg, twee oude boertjes van 80, en die zeggen bijna niks tegen elkaar en die houden van de stilte. Dus laten we gaan kijken. Veel kijkplezier. Je herinnert je altijd de eerste keer. De nieuwe Renault Clio. Je rijdt al een nieuwe Renault Clio, inclusief onderhoud en garantie vanaf €149 per maand. Twee zwijgzame broers wonen hier al meer dan 80 jaar. In Joris Showroom presenteer ik u bijzondere Nederlanders met een uitzonderlijke levenswijze. Met deze keer Geurt Busser, de ballenschilder van Noord-Polderzijl. Ter plekke poëet Egbert Hovenkamp de Tweede. En de gebroeders Jean Mon, boeren uit een vervlogen tijd. Een antieke hoeve in het Zuid-Limburgse Rijmerstorp. Hier heeft de tijd stilgestaan. Twee zwijgzame broers wonen hier al meer dan 80 jaar. Het zijn Huub en Pierre Joignon. Ook een Huubke en Pierke. Hallo? Goedemiddag, ik ben Joris. Joris Lintje. En wie bent u? Huub. Mooi hè? Huub. Oké. Okay. Goedemiddag. U moet Pierre zijn, hè? Ja. En Huub. Jullie waren aan het eten. Ja, we begonnen met eten. Ja, eet smakelijk. U praat nooit zoveel met elkaar? Nee, niet te veel. Hoe lang is het al zo, de boerderij? Want hij lijkt al helemaal niet veranderd, hè? Nee. Oh, dat is van hè. Misschien van de 17e eeuw, deze boerderij. Zie je aan dat vakwerk nog, hè? Ja. Tegenwoordig is het allemaal schaalvergroting. Oh, en nee. Ja, wat vindt u daarvan, van die ontwikkeling? Dat is niet bij te houden. Maar hier lijkt het wel alsof de tijd een beetje heeft stilgestaan. Ja. Ja, ja. Doet u dat deugd? Nou, daar zijn wij in opgetrokken, hè. Van wie heeft u toen alles geleerd? Oh, van de ouders. Ja, van de ouders, hè. Ja. Hoe het allemaal moest. En die methodes zijn eigenlijk altijd hetzelfde gebleven? Ja.
Waarom doet u dit nog op uw leeftijd? De meeste mensen zouden misschien eens een beetje gaan uitrusten zo. Nou, maar voor eigen gebruik, die aardappels. Voor eigen consumptie. Maar u zou ook een zak kunnen kopen bij de supermarkt, maar... Oh, nee, deze smaken veel beter. Ja, hoe smaken ze? Ja, lekker zoet. Vindt u het ook fijn werk om te doen? Ja, dat doe ik wel. Ja? Ja. Wat is er zo fijn aan? Ja, de tijd gaat goed voorbij, hè. Als je bezig bent, hè. Gaat de tijd goed voorbij. U heeft ook een televisie? Nee, dat zou ik ook niet willen. We blijven te lang zitten in de avond. Iedereen gaat ze erop. Ja. Slecht voor de nachtrust. Ja. En bent u ook wel eens op vakantie geweest? Nee, ook niet. Nee, nooit op vakantie geweest. Ja, dat kan ik lastig in met het vier. Ja. Weken weg, hè. Ben je zo eens in Amsterdam geweest? Nee, nooit. Wat is nou het feest waar je ooit geweest bent? Hoe is het? Eindhoven. Zo bij het eten zegt u ook heel weinig tegen elkaar, hè? Ja. Bij het eten praten wij nooit. Hoe komt het nou dat u nooit... Het huis uit bent gegaan, zoals ja, uw andere broers en zussen. Uit kijk eens even, handig, hè? Net, toen de andere allemaal getrokken. Nou, misschien dat ik dat wel gedaan. Ja, weer werk en studie. En heeft u dat een beetje gemist in uw leven, een vrouw aan uw zijde? Ja. Ja? Ja. Je staat voor alles alleen, hè. Binnen en buiten. Maar je bent nou ook samen eigenlijk, hè? Twee broers. Ja. Hoe is dat? Nou, het gaat goed. Ook een beetje een twee-eenheid. Een soort broedershuwelijk. Ja. Broedershuwelijk. Als jongetje ook al trokken jullie ook veel samen op, als kinderen. Ja. Dus u bent echt al 80 jaar of zo samen, met z'n tweetjes. Ja. Houdt u veel van uw broer? Ja. Wat betekent hij dan voor u? Ja, dat we nog lang kunnen samen zijn. Kijk, dit is een grappig stukje om in die koe naar de wijf te houden, dat lukt niet. Wat was er nou met die koeien aan de hand? Ja, die moest er niet weg. Maar dat is niet gelukt? Nee, die wou niet. Ontsnappen ze vaak? Ja. Die werven.
Hé, Chino, wat doen we hier? Ga je toe, Ging dat nou vroeger makkelijk? 20 jaar geleden ging het toen beter? Ja, toen ging het beter. Dat is toch het nadeel van wat ouder worden? Ja. En als nou iemand zegt van nou, u kunt beter in een bejaardentehuis gaan wonen of zo, wat zegt u dan? Ja, dat zou ik niet doen. U bent hier geboren? Ja. En u wil hier ook weer sterven? Ja. U houdt ook heel erg van stilte. Ja. Ja. Wat is zo mooi aan stilte? Ja. Stilte gaat ook voor mij, hè. Veel mensen die praten heel veel, hè, over van alles en nog wat en op een hele dag te kletsenbessen. Ja, ja. Dat doet u niet bepaald? Nee. Bent u altijd zo stil geweest? Ja. Meestal wel. Waren de mensen misschien vroeger allemaal wat stiller dan tegenwoordig? Oh ja. Ja, zeker. Er valt gewoon niet zo heel veel te zeggen. Nee. En wat zouden nou uw laatste woorden zijn, of zegt u dan ook niks? Dit was Joris Showroom. En wat vinden jullie van de stilte? Laat even weten in de reactie. En dan check ik jullie later.